bij weer een video van Stap Foto. Wederom een creatieve workshop die ik geef. Dus de workshop Light Painting. Daar ga ik weer een klein stukje uit laten zien. En wel het maken van light orbs. Het zijn grote bollen met strepen van licht. Nou, hoe doe je dat nu? Ik heb hier aan een touwtje een paar fietslampjes. En dat touwtje dat wikkel ik om mijn hand. En ik kijk of de lengte oké is, zodat het lampje niet op de grond valt. Als ik mijn hand in de zij hou. Want zo doe je dat. Je hebt je hand echt, je elleboog stevig in je zij. En dit heb je in je handen. En vervolgens ga je straks draaien. Dus dit. En dan ga je draaien rondom het plakketje wat ik hier op de grond geplakt heb. Daar loop ik omheen. Dus ik zorg dat het lampje steeds op dezelfde plek blijft. En ik draai om die plek heen. Nou, zo krijg je straks een mooie pot te zien. Als het goed is. Maar goed, we gaan een poging doen en ik ga jullie mee laten kijken. Nou, even voor wat betreft de instellingen van de camera. Ik heb mijn diafragma staan op 16. Het kan zijn dat dat te weinig licht geeft. Het zijn niet heel sterke lampjes, dus het kan zijn dat ik halverwege besluit om mijn diafragma van 16 naar 8 te gaan zetten. Ik heb de sluitertijd staan op 30 seconden. Je kan natuurlijk ook op bulb zetten en met een draadontspanner of met een afstandsbediening bedienen. Maar 30 seconden is eigenlijk altijd genoeg om rond te draaien. Dus ik zet hem aan en ik ga draaien. Dat vind ik dan wel zo handig. Dus diafragma 16 om te beginnen. Kan zijn dat we naar 8 gaan halverwege. Sluitertijd 30 seconden. ISO op 100. En lampjes aan een touwtje. Ik heb voor de zekerheid nog een beetje tape eromheen gedaan, zodat ze niet wegvliegen terwijl ik aan het draaien ben. En dat is eigenlijk alles. Dus we gaan aan de slag. Zo, ik loop nu rond dat plakketje. Maar ik zorg dat het lampje steeds daar op het plakketje op de vloer blijft. Zodat ik in ieder geval wel een mooie ronde bol krijg. Ik probeer zo weinig mogelijk variatie te krijgen. Dus mijn hand goed stil te houden. Dat valt niet altijd mee. En ik loop dus nu een rondje, dat kun je waarschijnlijk niet zien, rondom het plakketje. Het kan nu zijn dat de lamp wat wegvalt, want ik zit er dan ook voor. Dus we gaan kijken wat er gebeurt. Camera uitgezet, want ik was rond. En we gaan even kijken wat het resultaat was. Nou, dit is het resultaat van de eerste foto. Ik had mijn diafragma hier op 16 staan en je ziet dat dat donker is. Er komt te weinig licht. Je ziet de vorm van de orb kun je niet goed onderscheiden. Nou, dan heb ik hem vervolgens op 8 gezet. Dat betekent dus dat je 4 keer zoveel licht krijgt. Dat is heel veel. Maar je ziet ook dat de orb dan mooi verlicht is. Ik zie alleen hier nog dat de vorm niet helemaal oké is. Hij is niet helemaal rond. Nou, dan doe ik nog een poging. Nou, hier is de vorm helemaal niet rond. Dus het is helemaal niet wat je wil. Nou, dat gebeurt dan nog een keer. En dan vervolgens, dan kom ik hierop uit. En hier is die wel mooi rond. En wat je nog ziet is dat er wat veel licht in het midden is. Dat is omdat ik daar 2 keer met het lampje rondgegaan ben. Dus ik heb niet maar 1 keer rondgedraaid, maar op een klein stukje heb ik dat dus dubbel gedaan. Ja, dan krijg je wat meer licht in het midden. Maar hier is de vorm in ieder geval oké. Nou, dus wat je ziet is dat je meerdere pogingen moet doen om ten eerste een mooie vorm te krijgen. Ten tweede een goede verlichting te krijgen. Ik ben van 16 naar 8 gegaan als diafragma. En dan ook nog te zorgen dat je precies stopt op het punt waar je begonnen bent. Nou, daar ga ik nog een poging voor doen. En dan gaan we kijken of dat nu dan in 1 keer gaat lukken. Nou, ik heb nog 2 pogingen gedaan. En mijn eerste poging, dan zie je dat ik het touw te lang had. De orb valt bijna buiten beeld. Nou, dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus ik heb het touw wat korter gemaakt. En dan is dit het resultaat. En hier ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Dit is gewoon een mooie ronde vorm. Onderaan zit nog een steeltje. Maar goed, dat kun je wegklonen. Maar je kunt het ook zien als kroontje van een appel of iets dergelijks. Dus ik vind dit helemaal prima. Instellingen zijn hetzelfde gebleven. F8, 30 seconden en een dus wat korter touwtje. Nou, en wat je nog ziet is dat het rode lampje niet fel genoeg is. He, dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Dus dat zijn eigenlijk de variabelen waar je mee werkt. Een diafragma, sluitertijd, de lengte van het touw en de felheid en de kleuren van de lampjes. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met het maken van deze light orbs en tot de volgende keer.